Nu ga ik het etiketvlak modelleren. Als ik dan de referentieschets van het front weer even zichtbaar maak, dan ga ik die twee splines in het midden, die ga ik overnemen in een nieuwe schets op het frontplein. En die schets die ga ik vervolgens projecteren als een splitline op het buitenoppervlak. Dus dat is hier gebeurd. Dus die splitline die splits dat buitenoppervlak in twee binnensurfaces die ik later ga weggooien en vervangen door een etiketvlak. En twee buitensurfaces die ik ga behouden van de hoofdvorm. Nou, vervolgens heb ik een referentieschets getekend met, voor het etiket met twee splines daar weer in. En die liggen op een bepaalde afstand van die buitenste splines. En dat moet er gewoon een beetje mooi visueel uitzien. En dat begint met een vrij brede tussenafstand van 10 mm. En dan loopt die nauw uit op het punt waar die twee splines verticaal bij elkaar komen tot 2 mm afstand tot die buitenste splines. En dan waaiert die weer uit tot 6 mm afstand aan het einde. Waar die twee splines op elkaar uitkomen, daar heb ik een plane gedefinieerd, plane etiket. En op dat plane ga ik de schets, de referentieschets, maken die eigenlijk de contourvorm van het etiket definieert. En dan is het handig om eerst even die solid body van de fles te hiden. En dan ga ik dus op dat plane etiket ga ik die schets tekenen en als ik hem even open en dan de referentieschets van het etiket even zichtbaar maak en de andere referentieschets uitzet, dan is te zien dat ik heb daar een spline getekend en die eindigt precies met een verticale constructielijn op het punt van waar die twee splines uit de referentieschets in het middenvlak uitkomen. En dan heb ik daar een hoek aangegeven van 42 graden tot die verticale lijn. Dus dat is eigenlijk de eindhoek van dat etiketvlak. Nou, en deze schetslijn die ga ik straks naar boven en naar onder extruderen en dat wordt dan het etiketvlak. De breedte, de totale breedte is 28, dus tot het frontvlak is die 14 mm breed. Nou, die schets die ga ik vervolgens naar boven en naar onder extruderen. En in eerste instantie zorg ik ervoor dat die te hoog en naar beide kanten eigenlijk te ver wordt geëxtrudeerd. Dus beide kanten kies ik nu 80 mm. Want ik ga daar straks een vlak uitsnijden. Dus ik wil zeker weten dat die ver genoeg doorloopt aan beide zijden. Als ik dan even in het front aanzicht kijk, ik ga straks die splines gebruiken om dat vlak mee terug te trimmen. Maar dan wil ik wel dat dit surface aan de linkerkant ver genoeg doorloopt. Dus dan ga ik hem aan de linkerkant eerst een paar millimeter extenden, dat surface, met een surface extend. Nu ga ik boven de tree dat die surface extrude eerst even hiden. En dan zet ik die solid body weer aan. Nu ga ik dat binnenste oppervlak, die twee binnenste surfaces, die ga ik deleten met de functie delete face. Dus als ik die functie even open, dan zie je hier dat ik die twee binnenste vlakken heb geselecteerd. Dat zijn er in totaal vier, want die lopen natuurlijk ook aan de achterkant door. En die, als ik die delete, dan is die solid body die het eerst was, is weer omgezet in een surface model. Dus als je een bepaald surface selecteert van een solid body en je gooit dat surface weg met de functie delete face, dan heb je hem eigenlijk weer geconverteerd in een surface model. Als ik die surface extrude dan weer even aanzet, dan kan ik vervolgens dat etiket terug gaan trimmen en dan maak ik eerst een schets op het frontplane aan.
waarin ik die twee splines uit de referentieschets van het etiket convert. En die gebruik ik vervolgens om een surface trim te definiëren. En dan gebruik ik de standaard surface trim functie. En dat houdt in dat je een trim tool hebt, in dit geval dus die schets met die twee splines. En dan kun je in het surface wat je gaat trimmen, kun je aangeven dat je, in dit geval heb ik hem op remove selections gezet. Dus dan kan ik op die paarse delen klikken en die delete die dan. Ik had ook keep selections kunnen selecteren, maar dan moet ik juist op het binnenste oppervlak klikken. Dus hij heeft nu het etiketvlak teruggetrimd. En nu moet ik alleen nog een surface aanmaken wat die gap tussen de flesvorm en het etiket gaat definiëren. En dat ga ik ook doen met een surface loft. Die surface loft die ga ik definiëren met 5 schetsen. 1 schets aan de bovenzijde op het frontplein. 1 schets in het midden op dat plein etiket. En 1 schets aan de onderzijde, ook weer op het frontplein. En dan 2 3D schetsen als guide curve. Namelijk eentje aan de buitenrand en eentje aan de binnenrand. En als ik dan begin met die eerste schets, dus dat is een spline hier aan de bovenzijde. Als ik daar even op inzoom, dan heb ik die spline, die heb ik gewoon zelf visueel een mooie kromming gegeven. De tweede spline is dus getekend op plain etiket. Als ik daar dan even op inzoom, dan is dat ook weer een spline geworden. En die loopt tangent door in die constructielijn die hier te zien is. En die constructielijn die is getekend met de functie intersection curve. En vervolgens is dat surface aangeklikt. En als je dan die functie intersection curve gebruikt, dan wordt er een curve getekend precies op het snijvlak van het schetsplein met dat oppervlak wat je selecteert. En die heb ik gebruikt om die spline vervolgens tangent mee te maken. Zodat ik zeker weet dat die spline tangent doorloopt in die in dat surface. De derde schets die is aan de onderzijde getekend, ook weer met een spline, en dan is dat die edge van dat etiket surface die is geconverteerd als constructielijn en vervolgens tangent gemaakt met die spline die ik daar getekend heb. Nou, als guide curves zijn vervolgens 2 3D schetsen getekend. Dus dat kun je doen door de functie, door de feature 3D schetsen selecteren. En als ik dan die eerste even open, dat is de schets aan de binnenzijde. En daar heb ik die edges, die 2 edges van dat etiket vlak, die heb ik geconverteerd in die 3D schets. Dus dat is de eerste guide curve geworden. En als ik die even afsluit en de tweede open, dan heb ik daarin die edges van de buitenvorm geconverteerd. Dus dat is de tweede guide curve geworden. Nou, vervolgens heb ik daar een surface loft mee gemaakt met al die schetsen. En als ik die loft dan even open, dan zijn boven in beeld die 3 profile schetsen te vinden. Terug te vinden van de loft en als guide dus die 2 3D schetsen. Nou, dan heb ik die surface loft en het etiketvlak en die moet ik dan nog even spiegelen in het frontplein. Dus dat is hier gebeurd en dan heb ik in feite de hele hoofdvorm van de fles heb ik nu staan. Nou, als volgende stap ga ik het bodemvlak van een holle vorm voorzien. En dan ga ik beginnen met daar weer een stukje tussenuit te trimmen.
En dat doe ik door een maken van een schets die ik op een 2 mm offset van die buitenrand afleg. En daarmee trim ik dat bodemvlak trim ik terug. Dus dat is diezelfde surface trim functie weer. En dan hou ik dus wel dat buitenste randje over, maar die binnenkant heb ik dus weggegooid. Nou, vervolgens heb ik op 5 mm afstand van het topplane heb ik een bodemplane gelegd. Plane bottom. En daar heb ik een planar surface op geschetst. Met een ellips daarop van 30 keer 16. Dus dat wordt eigenlijk het verhoogde bodemvlak. Dus dat heb ik weer gedaan met een planar surface. Nou, vervolgens kan ik tussen die bodem en dat planar surface kan ik een surface loft tekenen. En dat is dus deze surface loft. En ik wil dat die tangent aansluit op dat planar surface. Maar natuurlijk niet op dat bodemvlak. Dus als ik die surface loft even open, dan heb ik die buiten of die edge van dat planar surface geselecteerd. En hier beneden heb ik een zogenaamde closed loop geselecteerd. En dat kun je doen door met je rechtermuisknop op zo'n rand te gaan staan. En dan kun je bij de selection manager kun je instellen dat je een closed loop wil hebben. Een closed loop wil zeggen dat die hele contour bestaat uit meer dan één edge. Want in totaal zijn dit dus 4 edges. Omdat dat vlak verdeeld is in een linker en een rechterkant en een voor en een achterkant. Als ik dan bij de start en de eind constraints kijk, dus die edge van dat planar surface in het midden, dat is de start edge. En dus als start constraint wil ik dat die curvature to face is. Dus dat is eigenlijk daarmee geef je aan dat die heel mooi tangent aansluit op dat planar surface. En als eind constraint heb ik dus niks gekozen, want hier mag wel een hoek zitten tussen die surface loft en dat bodemvlak. Als ik hem dan even doorsnij op het frontplane, dan is te zien dat die fles nou voorzien is aan de onderzijde van een verhoogd vlak. En normaal gesproken bij een spuitgietblaasfles zal de aanspuiting die zal hier in het midden zitten. Dus dat zal een klein uitstekend stukje kunststof zijn. Dus vandaar dat zo'n middenvlak altijd wordt verhoogd. Dus dat betekent dat de fles uiteindelijk alleen maar op die buitenrand staat en dus zo stabiel mogelijk kan staan. Verder is ook te zien dat nou de hele vorm van de fles een surface model is. Maar ik wil natuurlijk dat het een solid model ook weer wordt. En dat kan ik weer doen met de functie SurfaceNet. Dus hier heb ik die SurfaceNet toegepast en als ik die even open, dan zijn daar dus al die verschillende surfaces geselecteerd en ook weer de optie aangevinkt Create Solid. En daarmee hecht hij dus al die surfaces aan elkaar en maakt hij er meteen ook een solid model van. Dan is de buitenvorm van de fles bijna klaar. Ik wil alleen nog op die buitenste rand een fillet zetten. Dus daar zet ik een fillet op van 1 mm. En dan is de hele buitenvorm van de wasmiddelfles gereed, waarbij dus het etiketvlak een enkele kromming heeft. Dus als ik daar een papieren etiket op zou plakken, dan kan ik dat etiket helemaal om die fles heen wikkelen en heeft die alleen maar een enkele kromming gekregen.